Welke soorten vierhoeken zijn er allemaal? Een aantal gaan jullie zeker en vast kennen van in de lagere school. Ik ga ze toch eventjes allemaal herhalen. Een gewone vierhoek zonder enige eigenschap is altijd gewoon een vierhoek, uiteraard. Maar dan zijn er vierhoeken met bepaalde eigenschappen. Bijvoorbeeld een vierhoek die één paar evenwijdige zijden heeft. Eén paar wil zeggen twee zijden die evenwijdig lopen. Als we hier gaan kijken, deze twee zijden lopen evenwijdig. Dat geldt als één paar. Dat is een trapezium. Een trapezium is een vierhoek met één paar evenwijdige zijden. Dan heb je ook vierhoeken met twee paar evenwijdige zijden. Dat noemen we een parallelogram. Met topvolgende notatie 1R en 2 keer 2L. Als we gaan kijken, die heeft twee paar evenwijdige zijden. Dat wil zeggen, hier de blauwe zijden zijn evenwijdig en ook de rode zijn evenwijdig. Dus deze zijn evenwijdig en deze ook. Je hebt dus in totaal twee zijden in deze richting evenwijdig en twee zijden in die richting. Een aantal eigenschappen van een parallelogram zijn dat de overstaande zijden, dus weer die AB en die CD, dus de twee blauwe, die zijn even lang. En de rode, de AD en de BC, de overstaande zijden, dus die gaan even lang zijn. Bij een trapezium is dat niet het geval, dat is specifiek een eigenschap voor een parallelogram. Dan, de overstaande hoeken zijn ook even groot, dat wil dat weer zeggen. Je hebt hier hoek B, je hebt hier hoek D, dat zijn overstaande hoeken. In een parallelogram zijn die even groot. Hetzelfde voor A en C zijn overstaande hoeken en in een parallelogram zijn die even groot. Nogmaals, bij een trapezium is dat ook niet het geval. We gaan verder. En dan zien we dat we ook een vlieger hebben. Ik weet dat sommigen onder jullie dat al gezien hebben, sommigen niet. Een vlieger is een figuur die heel erg lijkt op een ruit, die jullie wel al kennen. Wat is er speciaal aan een vlieger? Bij een vlieger zijn de aanliggende zijden even lang. Dat wil zeggen, AB en AD zijn even lang en BC en CD zijn ook even lang. Dat is verschillend met een ruit. Bij een ruit zijn al die zijden even lang. Dus een vlieger is een vierhoek waarvan twee paar aanliggende zijden even lang zijn. Ze moeten dus aan elkaar liggen en even lang. Dat is het verschil met die parallelogram. Die liggen niet aan elkaar in zijden. En dan in een vlieger, één paar overstaande hoeken is even groot. Dat wil zeggen, als we hier gaan kijken. Hoek B en hoek D zijn even groot, die overstaan, maar A en C zijn dat niet. Dus, belangrijk verschil, enkel B en D in deze vlieger zijn even groot. De diagonalen, als je die tekent, die staan loodrecht op elkaar, want hier is aangeduid in het hoekje. En één van die twee diagonalen, in dit geval deze hier, wordt midden doorgedeeld. De andere niet, dat wil zeggen, dit stuk is niet even lang als dat stuk niet, wordt niet midden doorgedeeld.